In de bosrijke omgeving van het dorpje Molenend woont en werkt de beeldenkunstenaar Jeanette Slotboom. Jeanette werkt in harde en zachte materialen. Met haar filtsculpturen wil ze de toeschouwer prikkelen om zelf invulling te geven in wat hij of zij ziet. De natuur, het milieu en het welzijn van de mens zijn belangrijk voor haar. Tijdens de kunstmanifestatie Proef de kunst in Ter Herne heeft ze de installatie Iedere vluchteling heeft een moeder gepresenteerd. Ik ben 20 jaar geleden begonnen met filten. Daar heb ik mijn oorsprongen in gevonden. Daar werk ik heel veel mee. Ik maak nu filtkunst. Toen werkte ik in het platte vlak. Ik schilder, ik teken, ik beeldhouw en ik ontwerp grafmonumenten. Dat is een heleboel. Waar gaat nu je hart het meest naar uit? Dat is heel moeilijk, want ik vind het heel fijn om te filteren. Dan werk je met zacht materiaal. Dat is voor mij heel makkelijk, omdat ik het heel goed kan vormen. Daarnaast vind ik schilderen een uitdaging. Dat is voor mij nog een hele zoektocht. Het is gewoon heel fijn om meerdere disciplines te combineren. Het beeldhouwen, dat is hard materiaal. Dus ik werk met zachte materialen met filt en harde materialen met beeldhouwen. Maar ik zie ook plastieken van filt. Klopt, ik maak objecten. Na het maken in het platte vlak ben ik me meer gaan ontwikkelen in de objecten. Ook omdat ik een beeld wil neerzetten. En dat beeld, dat vorm ik in ruimtelijk werk. Oké. En harde materialen. Ik heb begrepen dat je grafkunst maakt. Klopt. En dat is wel degelijk in steen, denk ik. Nou, in steen, kan in hout, kan metaal, kortenstaal. Ja, eigenlijk alle materialen behalve glas. Glas, dat heeft niet mijn hart, dus daar werk ik niet mee. Oké. En als iemand nou voor een graf in glas komt, dan verwijs je hem door? Nou, hier verderop zit een glaskunstenaar en dan verwijs ik daar naartoe, ja. Oké. Hoe kom je zo op grafkunst? Dat is eigenlijk een lang verhaal. Ik ben heel creatief en op een gegeven moment heb ik een aantal ontwerpen gemaakt voor familie en voor vrienden. En ik was gestopt met mijn baan. En toen was ik eigenlijk op zoek naar wat zal ik nu met mijn tijd doen en waar ligt mijn hart. En toen zeiden mensen tegen mij van, goh, waarom doe je niet met je creativiteit? Waarom ga je niet voor andere mensen ook ontwerpen? En zo is het eigenlijk gekomen. In januari ben ik mijn bedrijf gestart. Dat is nog vrij recent. En de eerste opdrachten heb ik afgerond. Oké. Dus je doet dat nog niet zo lang. Het is wel een enorm contrast, hè? De aaibaarheid van het filt en het killen van het steen. Ja, nou, ik vind het niet kil. Je kunt er heel veel warmte in leggen door je ontwerp. Wel is het een contrast qua materialen. Maar ja, de uitdrukking in zacht materiaal of in hard materiaal, dat kan hetzelfde zijn. Ik ben op het moment bezig met een installatie voor Proef de Kunst. Proef de Kunst is een kunstmanifestatie in Ter Herne dit weekend. Momenteel doe ik een masterclass aan de Kunstacademie, waarbij we 5 projecten moeten omschrijven. Dit zijn kunstprojecten die dicht bij jezelf moeten liggen. Een van die projecten is voor mij het thema water. Want je gaat dan bedenken van wat is water voor mij? Wanneer is het nog water voor mij? En met water kwam ik eigenlijk ook al gauw op het thema bootvluchtelingen. Mijn schoonmoeder is afgelopen periode overleden. Dat heeft best wel wat teweeg gebracht. En dan zie je al die heftige discussies op televisie. Toen dacht ik van, ik ga daar een tegenhanger tegen maken. Ik ga een installatie maken. Elke vluchteling heeft een moeder. En dat wil ik uitbeelden door een soort, zoals ze daar hangen, de bodies van de mensen als relativerend beeld voor deze problematiek. Het is niet zozeer dat ik een statement maak, het is meer dat mensen zelf hun eigen mening daarin kwijt kunnen. Ze kunnen hun discussie erin volgen.
De moeder staat voor Homeland, waar komen ze vandaan? Kan net zo goed staan voor het nieuwe land. Waar gaan we heen? Maar ook voor de bloedband. Er zijn moeders die hun zonen laten gaan. Je kunt er heel veel bij bedenken. Dus dat is eigenlijk wat ik mee wil zeggen. En omdat het natuurlijk een opdracht is, ga je daar op een bepaalde manier mee om. En het heeft mij ontzettend aangegrepen hoe de discussies op het moment gevoerd worden. Dus het is een relativerend beeld. Het gaat nogal hard, hè? Het gaat heel hard, ja. Maar ook de andere kant, de mensen die helpen. Als je kijkt naar het WTC, hoeveel steun er komt, hoeveel mensen er helpen, hoeveel er ingezameld wordt. En dat is dan weer het andere verhaal. En het is natuurlijk politiek gewoon heel erg moeilijk om hier mee om te gaan. Je werkt ook veel buiten, heb ik begrepen. Nou, ik schilder wel eens buiten, dat vind ik heel fijn. En dan met name bij het Wad, Ameland, de Westhoek. En wat ik dan meestal doe, is neem ik een boterhamzakje mee en dan neem ik wat slik mee. En dan schilder ik ook mee. Ja. Niet zoals Joke Ket, die maakt hele dik werk. Wij schilderen wel samen zo nu en dan buiten. Het is ook de bedoeling dat we in de herfst weer hier gaan schilderen. En dan pakken we dit landschap eens om te kijken of we daar iets mee kunnen. Maar dunner, maar altijd wel met zand van het Wad. En wat ik ook vaak doe is dat ik wortels meeneem en met inkt op doek dan met wortels schilder van planten. Bedoel je wortels uitpersen? Of? Nee, ik trek plantjes uit de grond. Of ik neem wier mee en daar schilder ik mee met inkt. En dan vaak over een schilderij heen. Dus dan maak ik een soort finish, een laatste laag. Ik kan me voorstellen dat je hier toch, vooral in de herfst inderdaad, het beste hier kunt schilderen. In de herfst is het hier heel mooi, in de zomer natuurlijk ook. Maar ja, de wijdheid van het Wad, het water en vooral de geur en de omgeving, ja, dat inspireert mij enorm. Ja. Je schilderijen zie ik niet terug op je website en toch schilder je veel. Waarom zie ik ze niet terug? Nou, dat komt eigenlijk meer, dat is meer een technisch probleem. Ik kan ze niet zo goed fotograferen en vaak zit je met belichting. En zoals de meeste kunstenaars, als je je website gebouwd hebt, dan is het wel even oké en dan wil je gewoon graag werken. En vandaar. Dus, maar ze hangen momenteel wel in Bibliotheek Service Friesland. Daar kunnen mensen ze bekijken. Oké. Okay. Zijn er nog in de toekomst exposities van je te verwachten? Ik heb hier in mijn atelier de Kunstweek, waarbij ik met verschillende mensen hier ga exposeren. Hier bij jou in huis? Ja, hier in mijn atelier. Ja. Is dat een route? Nee, het is een landelijke kunstweek die wordt georganiseerd door de NABK. Dat is de Nederlandse Associatie voor Beeldende Kunstenaars. En dat is een landelijke week. En daarin zal ik hier in mijn atelier zijn. Vorig jaar heb ik bij Pilat en Pilat geëxposeerd, ook in de kunstweek. Dus ja, terugkomend